Het Amsterdam Centrum voor Elektrochemie is een samenwerking tussen universiteiten, hogescholen en bedrijven die samen één duidelijk doel voor ogen hebben. Een duurzame toekomst voor de chemie met behulp van elektriciteit. Wat hebben een waterfles, een sportschoen en medicijnen met elkaar gemeen? Al deze producten worden oorspronkelijk gemaakt vanuit aardolie. Maar aardolie is eindig en daarom is dit op de lange termijn niet duurzaam. Daarom willen we bij AMSO uitvinden hoe we zulke producten kunnen maken uit hernieuwbare bronnen, zoals CO2 of biomassa. Het zou in de toekomst zomaar eens kunnen zijn dat jouw sportkleding misschien wel uit CO2 gemaakt is. Voor het omzetten van zulke hernieuwbare bronnen naar de producten die we nodig hebben, is energie nodig. Bij AMSO zijn we geïnteresseerd in het gebruik van elektrische energie, want deze is tegenwoordig vrij makkelijk te verkrijgen vanuit hernieuwbare bronnen, zoals windenergie en zonne-energie. Zulke omzettingen, gedreven door elektriciteit, noemen we redoxchemie. De deelnemers van AMSEL steken hun hoofden bij elkaar om met redoxchemie op zoek te gaan naar duurzame alternatieven voor hedendaagse processen. Samen willen we een verduurzaming en elektrificatie van de huidige chemische industrie realiseren, oftewel een redoxrevolutie. Hoe we dat gaan doen, dat zie je in de volgende video's.